money, Benny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. We staan hier vandaag in de Wouwsestraat en dit is de allereerste aflevering van Siep erop uit. En hier is namelijk vandaag het Kunstplein begonnen met muziek, dans en kunst en nog veel meer. Dus wij gaan eens even snel een kijkje nemen. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny, ay. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny, ay. Hallo, wie bent u? Ik ben Esther Brent. En u bent de? Sinds juni wethouder van onder andere kunst en cultuur. En u bent hier vandaag om iets speciaals te doen, hè? Ja, ik mocht vandaag de kunst- en cultuurmaand openen van de gemeente Steenbergen. Dat duurt tot eind september. Mm-hmm. Er zijn 60 activiteiten te doen. Je kan het allemaal terugvinden op Steenbergen. Ja. En ik mocht net de opening doen van dit kunstplein. En hoe heeft u dat gedaan? Ik heb mogen schilderen. En hoe is het geworden? Nou, ik heb er geen talent voor. Oh, dus je denkt niet dat hij hier straks over een paar jaar staat? Nee. Ik heb dat niet van mijn familie geërfd. Nee. Dus u heeft zelf ook niks met kunst te maken, of wel? Nou, ik kom uit een kunstenaarsfamilie. En ik vind vooral gedichten heel erg mooi, als je vraagt. En maakt u die zelf dan ook? Nee, ik ben gewoon niet creatief. Maar u houdt er wel van? Ik vind het wel heel mooi, ja. Okay. En ik kan echt door ontroerd raken. Ja, oké, okay, dank u wel. Ja, graag gedaan, succes. Ik sta hier naast een van de spelers van Mira Seti van de musical Haarlak. Hallo, Sid. Hallo. Ja, dat is je naam, hè? Ja, dat klopt. Oké, okay, en je hebt net gespeeld. Ja. En wat vond je er nou van? Ja, het was wel leuk om te spelen. Het is heel warm, maar vooral heel leuk om te doen. Ja, en waarom zijn jullie vandaag hier op het Kunstplein? Nou ja, theater hoort wel bij kunst. Dat is al jaren natuurlijk, zo echt honderden jaren. Dus ja. Dan is dit al toepasselijk. Ja, en nu hebben jullie natuurlijk al wat aantal deelnemers. Maar jullie willen natuurlijk zoveel mogelijk deelnemers, oftewel nog meer deelnemers. En wat zou je daar nou tegen willen zeggen? Nou, kom gewoon een keertje kijken. Elke eerste les mag je gewoon gratis komen kijken. En dan moet je kijken of je het bevalt. En het is altijd een hele leuke sfeer. Je wordt vaak opgenomen in de groep. Ja. Nou, heel erg bedankt. Ja, alsjeblieft. I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Ik ben hier nu al een tijdje en ik moet zeggen, het ziet er allemaal heel indrukwekkend uit. And I need you, and I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a way. Kissing in a way. Kissing in a way. I need that black card in the code to the safe. Code to the safe. Code to the safe. Safe. I show 'em how to network. Put that Netflix and chill. What's your net worth? Cause I want you and I need you.
And I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Nou meneer, u staat hier natuurlijk op het Kunstplein, ja. Eerste jaar. Eerste jaar. Wat vindt u ervan? Ik vind het een succes, veel belangstelling, mensen vinden het leuk, mensen zijn ook ontroerd, merk ik, als ze dingen zien. Prachtige muziek, met die saxofoons, ja. Goede koren, mooie schilderijen. Dus ik denk dat het nu wel een succes is. Ja. En wat bent u eigenlijk aan het doen vandaag? Vandaag ben ik aan het raampje stoken. En mensen glazuren, smeren dus potjes in met glazuur. Dan gaan we eigenlijk stoken in de oven, halen het uit de oven, stoppen het weer in een ander vat. Dan gaat het roken, krijgen we allerlei mooie effecten met die glazuur. En dan komt er uiteindelijk iets uit? En dan komt er een prachtig resultaat uit, ja. Ja, een verrassend resultaat, want je weet eigenlijk niet goed wat je doet van tevoren. Nee, en hoe lang doet u dit al? Het is de eerste keer dat ik het doe. Oh, en het lukt wel allemaal goed? Dat weet ik nog niet. Het is de eerste keer dat ik het doe. Oh. Dus ik moet echt even kijken of het allemaal gaat lukken. Ja. Nou, heel veel succes nog. Ja, dankjewel. Dankjewel. Er staan hier ook nog allemaal hele mooie auto's. Ik sta hier naast Claudia en Claudia, jij bent een van de bedenkers van het Kunstplein, klopt dat? Eén van de, inderdaad. Ja. Ja. Want dit is het allereerste Kunstplein van altijd, zeg maar. En wat vind je er nou eigenlijk van? Ik vind het geweldig. Ja, we zijn begonnen met een jaar geleden op de Burendag, toen we de Buurtdiep geopend hebben. Ja. We hebben geopperd met de buren van wat zouden jullie ervan vinden als we een keer iets met kunst zouden doen. En iedereen reageerde enthousiast. Meteen een werkgroep van 4 mensen bij elkaar. En wij dachten, nou dan moeten wij het met z'n vieren gaan organiseren. Maar heel de straat werkt mee. Die heeft een collega, die heeft een buurvrouw, een moeder. Nou ja, er zijn heel veel mensen aan gang gekomen. Ja. De buurt is in beweging. Ja. En is het nou ook wat je ervan hebt verwacht of niet? Het is meer dan ik ervan had verwacht. Ja, ja, het is echt meer, vooral op sociaal gebied, is het... je gaat er een beetje van gloeien, hè, van binnen. Dat je zo met elkaar, met zo'n buurtje, met zo'n straat, zo'n sociale happening voor heel Steenberg kan organiseren. En het is niet alleen voor de volwassenen, maar het is ook voor de jeugd. Wat is er nou allemaal te doen dan? Ja, voor de kinderen hebben we stoepkrijt workshops, we hebben tekenworkshops. Er wordt muziek gemaakt door kinderen, er wordt gedanst door kinderen, nou, voor en met kinderen. Er zijn ook wat serieuzere wat lezingen, wat serieuzere muziekensembles. Echt voor ieder wat wils. Nou, heel erg dankjewel. Graag gedaan. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Het feestje gaat nog even verder achter mij, maar ik ga hem hier toch echt afsluiten. Wil jij nou volgend jaar ook komen kijken, dan moet je dat zeker komen doen, want het is hartstikke leuk. En dan zeg ik nog maar één ding, dat is tot volgende keer bij Siep erop uit. Doei!